Goedemorgen, we zijn hier bij jouw camperparkeerplaats in Hermen. Is het druk? Drukker dan andere jaren? Het is normaal druk. Ja. Niet extra druk of zo. We krijgen ieder jaar meer mensen. Ja. Dit jaar hadden we ruim 600. Ineke, je hebt ook een prijs gewonnen in het voorjaar. Dat is niet de eerste keer geweest. Wat voor een prijs is dat? De mooiste camperplaats van Nederland. Nou, dat doen alle camperplaatsen van Nederland doen er mee. Nou ja, wordt er gekozen door de camperaars die hier komen. Dus eigenlijk een bekroning op je werk, als ik het goed begrijp. Zeer zeker. Ja. Nou, wij hebben geen vaste vakken en mensen mogen zelf een plaatsje zoeken. Je hebt hier behalve de camperparkeerplaats, je hebt er een winkeltje bij waar je zelfgemaakte dingetjes verkoopt, ja. Als jam. Eigenmaakt jam, rabarber, duigentuin, een beetje streekproducten. Waar komt u vandaan? Uit Lelystad. Wat spreekt u aan hier in deze omgeving? Nou, wij, is de omgeving is de natuur. We hebben een hobby, dat is geocaching. Dat is zoeken naar onderwerpen die verstopt zijn over de hele wereld. En hier liggen er nog wat in deze omgeving. En hoe lang verblijft u hier? We zijn hier 5 dagen geweest, 1 dag weg geweest. En nu zijn we weer een dag hier. En we gaan morgen weer weg. Oké, wens ik u heel veel succes met de laatste dingen en goede terugreis naar Lelystad. Mevrouw, meneer, uit België. Ja. Hoe komt u in vredesnaam in Hermen verzeild? Ja, we stonden op een camping in Enschede. Ja. Is goed. Maar dan zaten de vrouwen te kletsen van de ene kant naar de andere kant. En dat stond ons niet. We houden niet van. We houden van de rust. En daarom zijn we op zoek gegaan naar een rustige camping. En dat hebben we hier gevonden. Hebt u ook voetbal gekeken hier? Nee. Nee. U bent geen voetballiefhebbers? Nee. Nee? Nee. Wat doet u de hele dag? Boeken lezen. Genieten. Een keer op het terrasje gaan zitten. Iets drinken. U hebt ook een hele mooie camper. Ja? De Concorde, dat is een heel bekend merk, geloof ik, hè? Ja. Hebt u die al lang? Oh, van het jaar 5. Ja. Van het jaar 5? Ja. Dat begrijp ik. Ja. En het bevalt goed. Maar dat is mijn huis, hè? Dat is het enige huis wat u hebt. Ja. En daar leeft u in, daar woont u in. Ja. En dat is met uw vrouw en daar geniet u van. Ja. En dat is vakantie vieren. Genieten van mijn vrouw? Ja. Oh, al 60 jaar. Al 60 jaar. Volhouden, hè? Ja. Wij wensen u heel veel plezier. Heel fijne vakantie.